Oké. Die heb ik. Zegt hij, filmen eruit. Oké. Doe je dan maar weer voor je goede huwelijkje. En vervolgens stopt hij gewoon niet. Loop jij nog maar even. Ach, wat een lekker weertje. Doe in die auto. Wel een fijn gevoel dat ik weer naar binnen mag. Ja? Het is echt lekker weer buiten, zeg. Man. Dus na de fitness gaan we toch wel heel snel ergens staan. Even verder kaarten, wijntje opmaken. Nieuw wijntje beginnen. Ja. Erg, hè? Ja, we zijn helemaal geen zuipers of zo, hoor. Alleen in de vakantie. En we snappen helemaal geen moer van wijn, behalve dat het lekker is. Dat is niet zo moeilijk. Maar hoef je er ook niet veel van te snappen. Nee, je drinkt het gewoon. Je moet alleen maar te weten, vind je het lekker of vind je het niet lekker? Precies. Dit smaakt niet. Dit is te duur, dit is leuk. We hebben natuurlijk een budget. 2 maanden reizen en geen inkomsten. Is best duur. Kan duur zijn, maar je kan het ook goedkoop maken. Maar je moet ook een beetje genieten van de goede zaken van het land waar je bent. Ten eerste is dat de zon. En ten tweede is dat wijn. En croissantjes, hè, schat? Geitenpap nummer 1 voor vandaag. Een hele gevaarlijke kruising met geitenpap nummer 2. Oeh, er staat een heel gaaf kasteeltje daar. Zo, je zal het zo voorbij rijden. Tarntjes, dat is mooi. Het is geen zoiets wat je zomaar kan bezichtigen. Nou ja, ik bezichtig het nu. Maar zo te zien is het gewoon bewoond. Huh? Het is bewoond. Zo te zien. Ah, is leuk. Je hart toch van derde kruising rechts of zo? In het begin van je vakantie heb je de behoefte om alles uit te pluizen wat je ziet. Van, oh, wat is dit en wat is dat? Maar uiteindelijk na 2 maanden denk je, oh, leuk kasteeltje. Ah, nou, volgende. Oh, de Vlaamse Wijk. Houd over 1 kilometer links aan op D4. Oké. Truus. Met Truus het avontuur tegemoet. Nou, dat is het zeker. Geef Truus een opdracht. En je weet bij God niet waar je terecht komt. Lekker weggetje? Lekker weggetje, ja. Als ik nou op het dak had gezeten, had ik op partje opgedaan. Wat heb je er nou weer? Ga je op het dak? Niet. Oh, gaat hij nou weer doen? Ik weet niet wat. Oké. Dan moet ik zeker aankomen rijden of zo. Nou, bye! De nacht eruit rijden, wegwezen. Oh ja, oké, ik snap het. Geer maakt zijn eigen privévlogs. Nou, ik heb mezelf al een paar keer vreselijk op de film gezien. Slapend en zo, weet je wel.
Ja, erg leuk, Geer. Ja, kom maar terug redden. Doe je ook nog wat. Hij is een hardloper. En hij kan het verdorie. Hij rent zo zonder enige training, rent hij gewoon even 10 kilometer. Sukkel. 60 wordt hij. Oké. Die heb ik. Nou ja, waar stond die camera ook alweer? Ben ik bang. Zo gaat dat. Je ziet iets moois en je gaat er gewoon heen. Je heeft een plekje gevonden zo te zien. Dat is leuk. Ze staat prima zo. Denk ik. Gaan we klimmen. Het wordt, vandaag wordt het cardio training. Kom maar.
was, maar deze. Het is wel my kind of car. Gisteren is begonnen of zo, tussen de bomen door, een hele rare plek. Ja. Ja, zeker leuk. Ja. Koeien met bellen. Koeien met bellen. Op zoek naar een camperplaats. Dat is niet altijd zo. De wind met een of andere koertje. Koertje, 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 koertje. Yes. Geen idee waar we nou weer hier rijden. Easy te worden. Wat gaat dat brengen vannacht? Nou, de camperplek die we nu hebben, buiten de berg Grind waar we voor gekozen hebben om bij te staan, is perfect. Het is hier stil. Je kan hier volgens mij staan waar je wil, als je maar niet echt op het gemaaide gras gaat staan. Het is een beetje scheef. Dus we staan op blokken. Daar loopt Geer in de verte met Indy. Ja. Air de campingcar, bienvenue au Vernet. No tarif per journée is 3 euro. Het is geweldig hier, man. We zijn weer de enige. Op dit moment ben ik even de was aan het doen. De luxe van een mini-wash.
per ongeluk de mini driepot meegewassen. Ah ja, maak het uit. Haricot vert. Kleine kousenbandboontjes met gemarineerde kip. Salade met feta en allemaal verse groenten en zeefruit, zoals ze dat noemen. Tjoe. En een lekker wijntje. Boy of boy. Ik krijg gewoon een rode kop van. Ja, daarvan. Van die wijn, ja. Als je dat zo ziet, denk je, gezellig. Kom je het straatje in. Het eerste pand is à vendre, is te koop. Kijk je om je heen. Dan denk je, oké. Niemand, eigenlijk gewoon helemaal niemand. Het is gewoon een spookdorpje.